Ik woon in Zonhoven en ik ga 2 maal per week met de trein naar Brussel. Ik werk in Brussel. Maar ik moet tot aan Hasselt station met de auto gaan. Als je in Zonhoven, van Zonhoven naar Hasselt moet gaan, heb je ofwel de keuze deze drukke bierwacht waarnemen, ofwel binnen doorrijden langs de kleine straatjes met de grachten ertussen. Morgens heel vroeg ga ik langs de kleine straatjes omdat ik geen tegenliggers heb. En s'avonds neem ik de Noord-Zuidverbinding. Rond, ja, kwart voor zes uur. Kwart na 6 uur. Tussen 5:30 en 6:30. Als ik naar Hasselt ga, ja, soms neem ik dan de Noord-Zuidverbinding. Maar wij proberen dat te vermijden, juist omdat dat altijd zo druk is. Voor die mensen die in de buurt van Overpelt, Lommel, Mol wonen, die hebben, dat is de meest directe verbinding. Maar dat is, het is eigenlijk een noodzakelijk kwaad. Hè. Die kunnen daar niet zonder, maar voor hun is het nog veel erger, omdat het van 4-vaksbaan naar 2-vaksbaan gaat op een bepaald moment. Het openbaar vervoer, ik denk niet dat dat zo denderend is naar het... naar het noorden van de provincie toe. Dat is een noodzakelijke as om naar het noorden van de provincie te gaan. Hè? Ja. Daar zijn wel verbindingen van Hasselt uit naar Mol, Antwerpen, dat gaat die kant uit. Maar het probleem is, ja, gelijk ik nu pendelaar ben met de trein, degene die dan een aansluiting moet hebben in Hasselt, om dan naar het noorden van de provincie te gaan, met de vertragingen van de treinen, dat moet vaak in het honderd. Dat ze gewoon daar een 4-vaksbaan maken tot bovenaan, tot een Lommel. Ja. Maar ik kan begrijpen dat dat voor sommigen een probleem is. Het probleem is, ik probeer het al te doen door binnen door te rijden, maar ja, dan creëert je overlast op de zijstukken. Ja. Dus als je het hier wilt leefbaar maken, dan wordt het een overlast voor degenen die op de binnenwegen zitten.